Hey, Bart Falken hier en welkom bij mijn Mega Blender Training Serie. Video nummer 68. Heb je een hele dikke, vette animatie gemaakt, maar als je op renderen drukt, dan crash Blender, ontploft je computer of het gaat gewoon oneindig lang duren voordat het een keertje klaar is? Nou, iedereen heeft dat probleem, dus we kunnen er dus samen wat aan doen. Aan um, shipitrenderfarm.com. Een online gratis renderfarm. Super vet. In deze video laat ik het je zien. Breng je tekening tot leven in Blender. Deze training is veel meer dan alleen deze video. Check mijn site voor veel, veel meer. Alle video's staan daar handig bij elkaar en download daar ook alle blende doelopdrachten. Maar ik heb nog meer voor jou. Ik heb ook een handig boekje gemaakt met een samenvatting. Plus de gebruikte sneltoetsen en de doelopdracht voor elke video. Dus neem maar zeker een kijkje, maar niet voordat je deze video helemaal hebt bekeken. En jij hier op YouTube op die abonneerknop en die bel geklikt En laat eens een leuke reactie achter. Ja, want een render farm is eigenlijk... Um... Een heleboel computers die samen een Blender project uh, renderen. Nou, er zijn ook betaalde render farms. Daar dus stuur je gewoon je Blender project naartoe. Je betaalt wat en dan krijg je, uh, als die klaar is, kan je hem gewoon downloaden. En oké. Maar het toffe van uh, Sheepit is dat het helemaal gratis is. En uh, werkt ook uh, online. En niet met een van de serverpark met allerlei computers op een locatie. Maar ontzettend samen. Heel erg samen. En omdat we dat samen doen, is het voor iedereen uh, gratis. Hoe het werkt, ik ga het je laten zien. Naar sheepit-renderfarm.com. En dan kom je op uh, deze website. En je moet er eventjes een account aan maken. Dus klik hierop en zeg je create new account. Vul wat uh, gegevens in en maak een account. Nou, hoe steekt uh, Sheepit nou eigenlijk in elkaar? Hè? Nou, stel je voor je hebt een uh, blender project en dan wil je heel graag gerenderd hebben. Maar op je eigen pc is het gewoon onmogelijk. Nou, wat je kan doen is hem uploaden naar Sheepit. Gewoon bestand uploaden op de site. En dan zit hij in Sheepit. En wat Sheepit doet, die stuurt jouw project door naar een heleboel computers over de hele wereld, die ook zijn aangesloten bij eh, Sheepit. En wat die mensen allemaal gaan doen, is allemaal een frame of meerdere frames van jouw project renderen. En als ze allemaal klaar zijn, kan je al die frames weer downloaden van Sheepit. Voilà, en klaar. Maar waarom zouden die mensen dat nou eigenlijk doen? Wat in het voor them, zou je zeggen? Nou, jij, eh, in plaats van dat je zelf je eigen project probeert te renderen, zet ook Sheepit aan op je eigen computer. En op je eigen computer ga jij dan weer frames renderen van al die. Andere mensen over de hele wereld. En als je dat doet, daarmee verdien je dus punten. En met die punten kun je dus ook weer je eigen projecten via Sheepit naar al die mensen over de hele wereld sturen. Dus eigenlijk komt het erop neer: iedereen zet gewoon Sheepit aan op zijn computer. Iedere computer is gewoon lekker een beetje aan het rekenen. En daarmee verdien je dus punten. En tussendoor kun je dus ook je eigen projecten zo af en toe dus renderen. Slim toch? En ik zit hier in uh, mijn account en op dit moment heb ik 240.000 uh, punten zo ongeveer. Nou en hier zie je een grafiekje van mijn puntenverloop. Ik heb, uh, nou dit is een beetje stabiel, ooit een keertje aangezet, 100.000 punten, 200.000. Had ik hier uh, 600.000 punten. En toen, hier, heb ik dat project van de tekening van mijn zoontje Chris in 3D gerenderd. En ook al kwam ik hier in de negatieve punten terecht, dat project bleef toch doorrenderen. Niet zo van, oh je staat uh, op nul, maar uh, je kan niet meer verder renderen. Nee, tof hè. En toen heb ik weer uh, heel erg fanatieke uh, Sheepit op mijn eigen PC aangezet. Andere projecten gerenderd van andere mensen over de hele wereld. En daarmee uh, punten verdiend. En laatste nog meer aangezet. En dan had ik op het hoogtepunt 1,3 miljoen punten. En toen heb ik weer heel veel punten besteed aan een ander project. Maar dat project kan ik je even niet laten zien. Dat is voor een, uh, medicijn, een chemische medicijnfabrikant in Brussel. Daar heb ik een animatie voor gemaakt. Met, uh, dat is allemaal nog geheim. Dus dat kan ik allemaal niet laten zien. Misschien ooit in de toekomst. En als het er is, link hieronder in de beschrijving. Maar uh, die heb ik dus ook gerenderd. Via Sheepit. En dat scheelde echt ongelooflijk veel tijd. Nou en als jij dus je eigen pc uh, aanzet met Sheepit. Ik laat het zo zien hier. Kun je ook awards verdienen. Dus uh, als je hem hoe lang je hem aanzet. Dan krijg je hem zo'n uh, extra uh, punten. Maar als je een bepaalde tijdsduur achter elkaar zet. Kun je extra punten krijgen voor special events. En dan krijg je nog meer punten. Ja het is gewoon uh, hartstikke leuk. Maar hier zie je op deze pagina dat er op dit moment 30 actieve projecten zijn. Die dus over de hele wereld uh, door mensen op Sheepit worden gezet. En door hele uh, mensen over de hele wereld op dit moment worden gerenderd met hier hoe ver ze eigenlijk zijn. Nou, get started. Hoe krijg je uh, dit nou aan de gang? Hier kan je je eigen project aan toevoegen. Maar ik ga eerst even laten zien hoe jij punten kan verdienen. Dat doe je dus door um, hierop te klikken. Download de client en start rendering. Now. Nou, je hebt uh, Windows, Apple en uh, Java en. Iets Linux-achtigs of zo. Nou, euh, deze gooi je eens in je download. Shep it. Auto-update. Ja, ik heb het al gedownload. Nee, die ga je gewoon downloaden. Dan zeg je klaar. En dan zeg je openen. En dan gaat hij hem openen. En dan downloadt hij de client op jouw computer. Daar is hij. En uh, omdat ik al ben ingelogd. Via de website is hij ook gelijk ingelogd. Uh, hier zo. En dan zeg je, van, nou, wat wil je eigenlijk doen? Wil je je GPU en je CPU allebei gebruiken? Prima. Nou, deze instellingen zijn eigenlijk allemaal prima. En dan zeg je, save en start. En wat hij dan gaat doen is eventjes uh, jouw computer goed aanzetten. Check computer strengths. Dan weet hij een beetje wat voor frames van anderen die je uh, naar jouw computer kan uh, sturen. En trouwens, uh, je hoeft helemaal niet Blender geïnstalleerd te hebben. Je kan ook gewoon een random computer van uh, je oma, misschien heeft hij wel een hele dikke, vette computer thuis staan, aanzetten waar helemaal Blender niet op staat. Je hebt het enige wat je moet doen is gewoon die client downloaden en op start drukken. En die client doet gewoon de rest. Dus Blender hoeft ook helemaal niet geïnstalleerd te zijn. Je eigen bestanden renderen doe je door gewoon hier bij Add your project op bestanden kiezen. En dan kun je bijvoorbeeld kiezen voor uh, de juiste Chris tekening final. En dan zeg je send this file. En dan moet je hem even uploaden. En dit blendbestand mag niet meer zijn dan 750 MB. Oké, okay, het bestand is nu geüpload en dan kun je kiezen voor welke Blender-versie je wil gebruiken. Renderable bij all, dan zeg je nou bij all members, dus iedereen mag het renderen. Je kan zeggen van, nou, het is image sequence, maar ik kan er ook -it er tegelijk een video van laten maken. Je kan kiezen voor GPU of CPU of je wil gebruiken. Je moet echt een harde keuze maken voor het een of het ander. Sommige dingen die je in Blender in kan stellen werken niet op de GPU. En wel op de CPU, dus hou daar eventjes rekening mee. Start frame, end frame, step, uh, advanced options. Nou, uh, het zal wel goed zijn. En zeg je add this blend. Oké. Okay. En dan gaat Cipit bezig om <laughs> al die frames te renderen. Je ziet hier uh, al die vakjes, en elk vakje is zeg maar één frame. Van jouw hele project, nou nu zijn ze nog uh, wit, dat betekent hier staat waiting. En als ze dan oranje worden, dan wordt die op dit moment dus gerenderd door iemand over de hele wereld. En als die blauw is, dan is die finished. En als die dan helemaal klaar is, dan vind je hier ergens boven een grote download Knop. Dat wijzigt wel vanzelf. En dan kun je al die frames dus downloaden. Um, in een image sequence en dan gewoon weer verder. Het is wel zo, hij is natuurlijk nu aan het wachten. Um, hoe meer punten je hebt, hoe hoger jij in de wachtlijst terechtkomt en hoe eerder Sheepit al die frames naar al die mensen overal heen zal sturen en jouw project zal starten met renderen. Nou, dat is natuurlijk een hele hoop uh, data bij elkaar. En die data blijft natuurlijk niet eeuwig op Sheepit staan. Als jij een project hebt gerenderd, zou ik hem wel gelijk uh, downloaden. Want ik denk dat hij in een week of misschien twee weken, ik weet niet precies hoe lang, op Sheepit blijft staan. Dus ik heb al twee keer enorme projecten gerenderd via Sheepit. Maar die staan er nu natuurlijk niet meer op. Want dan zou je wel enorm veel data online overal in je service moeten hebben staan. Dus dat uh, nee, het blijft een gratis renderen. Gewoon uh, lekker downloaden en veiligstellen. Op je eigen uh, apparaat. Kijk, nu heb ik dus die uh, client aanstaan. En die is op dit moment dus ook mijn eigen project aan het renderen. <laughs> Hoe tof is dat? Maar anderen zijn ook bezig met mijn project renderen. Kijk, je ziet hier al wat uh, vakjes gevuld worden. En uh, nou, oranje is dus uh, aan het wachten. En blauw betekent dus uh, klaar. En hier staat frame 115 en uh, kost helemaal niks. En het duurde 1 minuut en 28 uh, seconden. Hier zie je dus een rijtje van andere mensen eh, die, ook zijn, die op dit moment dus ook een client aan hebben staan van Sheepit en op dit moment dus bezig zijn met het renderen van mijn project. Kijk, en dit frame kost uh, 85 punten. En dit frame is dus door iemand anders gerenderd dan door uh, mij. Dus als ik een frame zelf render via de uh, client, dan kost dat geen punten. Maar wordt hij gerenderd door iemand anders, dan kost dat dus wel uh, punten. En uh, ja. Uh, het einde van het verhaal is dat jouw project gewoon veel en veel sneller klaar is. Dan dat je dat zelf zou proberen. Alleen op je eigen computer. Is Sheep It veilig? Um, volgens mij wel. <laughs> nou, daar moet je het mee doen. Nee hoor, ik heb eventjes uh, aan de maat van mij gevraagd die ook in de cybersecurity werkt. Heeft nou wat dingetjes gekeken en zo. En zijn conclusie is: van nou, uh, het ziet er allemaal best wel oké okay uit. Um, zien andere mensen dan heel erg jouw project de hele tijd? En kunnen ze jouw project, zeg maar, jatten? Nou, de andere mensen zien eigenlijk alleen maar dit kleine plaatje. En die kan je niet rechtermuisknop uh, opslaan of zo. Natuurlijk kan je wel screen uh, grabben of zo. Maar het is echt een heel klein plaatje. En ook als je het scherm groter maakt, wordt het plaatje ook echt niet groter van. Zij zien eigenlijk een in mini, -mini thumbnail waar iemand anders helemaal niks aan uh, hebt. En ja, sowieso niemand van wie dan ook die maar met de client bezig is om projecten te renderen krijgt alle frames te zien van het hele project. Iedereen krijgt maar in die mini thumbnailtje één frame van een project. En daar heb je dus helemaal niks aan. De enige die alle frames in één keer kan zien en downloaden ben ik zelf. En dat zit gewoon veilig in mijn Sheepit account. Dus um, ja, Sheepit, super vet. Nou, ik heb mijn eigen project even uitgezet. En dan zie je dat de client is geswitst naar het renderen van uh, een frame van iemand anders ergens op de wereld. Nou, ik vind het echt super tof. In plaats van dat het allemaal geld kost, gebruiken we de rekenkracht van mekaars computers die iedereen gewoon thuis toch al heeft staan. En het eindresultaat is dat iedereen zijn projecten sneller heeft. Gerenderd. Ship it. Super tof. Maar goed, als het al eenmaal is gelukt. Je hebt het gerend of zelf of via Sheepit, dan zit je dus met zo'n enorme image sequence. En hoe maak je daar nou een video van? En in de volgende video kom je daar achter. Maak iets.